Is dit echt zo bij ons bestand? Uitzicht over Rome. Maar het vetste is, hier is het Colosseum. Oh mijn god, daar is het Colosseum. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud en schaars. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Laat de mannen in zijn treinen. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles. Alleen wist ik niet waarom. Ik heb geen idee waarom ik nu André Hazes zong. Zou ik op zich best wel zin in hebben. Maar ik zit zo te kijken. Ik zie mensen genieten van het leven. Ik zie een oude dikke man met allemaal mooie dames van een boot afspringen. Dus ik weet niet wat hij goed doet. Maar bro, I'm proud of you man. You're doing good bro. Kijk hoe helder de zee is. Je kan de bodem zien. Zo al die vlekken. Je ziet het nog een beetje. Die streamen. Kijk, hier is een hele erge stream. Hier, kijk, allemaal streamen. Ik had lekker het dak aangegooid, jongens. Ik ging hier liggen. Ik viel net in slaap, want ik was 6 uur opgestaan. Samen met Jul, om elkaar even te helpen. Ik heb haar met content geholpen. Ik ben gaan editen. Volgens mij is het gelukt. Ik zal het even vragen aan haar. Ze is ermee bezig, want het internet is niet heel lekker. Ze kan niet eens WhatsApp berichtjes versturen. Het bereik is hier helemaal bout. Ik ben nu mijn vlog aan het uploaden. Hij is 3% in een kwartier of zo. Dat is gewoon snel. In vergelijking met andere dagen dat we hier waren. Dus daar ben ik best wel blij mee. We gaan zien of ik een beetje op tijd ga kunnen komen. Helemaal waren we gewoon even lekker bezig. En ik was hier in slaap gevallen. Jul lag te pitten. Weet ik het allemaal. Roy heeft gewoon bijna klokje rond geslapen. Die is topfit. Roy is lekker in het koude zwembad. Die hebben ze ververs vanochtend. Zo, het is koud, hè? Toen Roy en ik aan, of toen de, of wat zeg ik allemaal? Toen Jul en ik aan het shooten waren. We hebben hier geshoot zo met het uitzichtvaar. Dus om die vent het zwembad te verschonen, bikkelen. Dit is een oude vent gewoon, echt. Ja? Ik denk 70, 75. Ja, respect voor man. En die stond als een jekko dat zwembad te verschonen. De Italianen zijn ook echt doeners, hè. Die willen alleen maar constant bezig zijn. Ja, klopt, constant eten. Behalve in de middag, wanneer ze even gaan pitten. En dan moet je eigenlijk Duitsers hebben of Chinezen, dat zijn echte werkers. Ja? Niet dat die Italianen dat niet zijn, maar zijn secure volken. Misschien dat ik daarom ook het vloggen volhou, omdat ik gewoon een Duitser ben. Het zit in mijn bloed. Gewoon elke dag die camera pakken en editen. Dus lekker van vakantie. Roy is daar aan het chillen. Deze lekker hier aan het chillen. Lekker ijsje. Where is you? What are you making? What does it look like? Eten? Lijkt wel heel erg op. Verstuurt hij al je beelden? Ik heb hem op 4G gezet. Doet hij het dan wel? Ja, yeah, bro. Ja, soms schemer. Ja, je neemt het over. Ja, dit is onze servieskast hier op vakantie. Nou, je ziet het lekker oudbollig allemaal, maar als je die kast openmaakt, ruikt het al naar een lijk bijna. En ik zeg tegen Jul, kijk naar die borden, het lijkt wel een stopbord langs de weg. En ik vind de klok wel leuk, heb je die al gezien, Jul? De klok? Ja, deze klok. Is dat een klok? Dat is een klok. Doet dat het? Ja, hij klopt niet qua tijd, dus hij zal het wel niet doen. Maar het is wel een leuke klok. Ik vraag me af, ik kan er oprecht wel mee, 7 denk ik. Ja? Ja, moet ik proberen? Ja, er zit een batterij in, gaat sowieso niet werken. Batterijen. Batterij. Hier, bro, moet je horen, ik heb een goed nummer. Lekker van. Kut, ik klik hem vergeten. Ah, dat haal ik zo weer. Hier. Als dit in de club opkomt, gaat toch iedereen los, hoe? Ik zie allemaal van die mensen met van die pruiken achter elkaar in de Polonaise lopen. Yeah, Dan. Hij is gewoon zijn oogleden aan het verbranden. Helemaal rood. Een druppeltje water zo. Word ik gewoon niet wakker. En dit nou, ja. De druppels gaan op zijn kop en mijn lens die piept weer. Het is nog van Mexico. Er zit nog steeds zit zand in, krijg ik er niet uit. Au, jij bro. Bro. Voel je het regenen? Nee, wat dan bro. Au, moet je voelen hoeveel zweet er op je voorhoofd zit, hè? Zo, zank. Zank. Goeie, yo. Kom je even mee zwemmen dan? Je gaat eten de zon na. De zon, hè? Was je aan het slapen of niet? Nee. Niet? Ik ga de maffen. Je zegt niet, maar ik lig gewoon te maffen. Oh, ja, ik ben weer in de war. Ja. Oh, ja, ik ben weer in de war. Gast, Jul en ik hebben een ziek idee bedacht. Nou,
of jij een date leuk vinden. Misschien wel, misschien niet, want het is wel voor change of plans. Wij dachten, we hadden vanmorgen hadden we een speedboot gereserveerd. Ja. Die motherfuckers zeggen laatste moment af. Nou, dat is nou even kut zo, hè? Ja, dus wij dachten, als we vanavond naar Rome gaan, anderhalf uur rijden en boeken daar een hotelletje naast het Colosseum. Er zijn nog een paar kamers beschikbaar. En we pitten daar vanavond. Gaan we daar tanken, gaan we daar zuipen. Dan gaan we morgenochtend nog even door Rome struinen en begin middag rijden we na terug chillen en daarna hier. Ja, dat kan wel. Alleen, je hebt het één ding. Het is wel weer een extra kostenpost natuurlijk. Je moet wel weer voor een nacht hotel gaan betalen. Klopt, maar die zijn niet mega duur, hebben we al gekeken. Okay. Maar dan moet je zelf even over na. Denk er even over na, je bent net wakker. Ja. Dus, als je het niet leuk vindt, snappen we het ook, want het is wel even change of plans, extra kostenpost. Ja. Maar wij vonden het heel avontuurlijk om gewoon random zoiets te doen. Want morgen zouden we eigenlijk, dames en heren, we hadden echt een zieke boot gehuurd, letterlijk in deze baai hier zo. Zeggen ze, reservation is aangemaakt, alles op en eraan, krijg ik net een appje. Van ja, sorry, de eigenaar van wie de boot is, die werkt met ons samen, die wil hem zelf hebben. En ze konden niet compenseren met een andere boot, dus ik was even nijdig. Maar, toen dachten we aan dit idee. En we willen sowieso uit eten in Rome vanavond en misschien een hotelletje erachteraan plakken. Moet even, oh, even kijken wat... Wat Roy Davy wil, ik snap ook eens niet is, maar het zou wel heel leuk en avontuurlijk zijn. Is maar zwemmen, bro! Ja! Ja! Wat een veertje, hé! Hey. Dat is niet normaal, papa! Even die gainer poppen, kan ik hem nog? Zo, plat op mijn mouw, hé! Hey. Hoppa! 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 Een kleine frontflip. En een beetje lomp. Oké, Roy, ga jij hier zitten, ga ik op jouw nek springen. Dat ben je nee. Ja, dat is serieus, gast. Dit wel. Tjee, Zang! Was het een goede plons? Dat was een goede, bro. En dat je daar ook ondergewicht hebt. Dank je, daar zit ik ook al ondergewicht. Yeah, dit. Yeah, yeah. Ik ga weer beginnen, hè. Yeah, yeah. We hebben nog even nagedacht over het plan. Maar er is goedkeuring. Netjes opgedirkt. Hoe leuk is dit wat we nu gaan doen, hè? Dat is echt heel leuk. Jules ziet er helemaal goed uit. Ja, dat is jouw idee. Je hebt altijd goede ideeën. Ik heb altijd goede ideeën. Dus we gaan nu met z'n vieren gaan we naar Rome. Anderhalf uur rijden. Gaan we uit eten bij het Colosseum. En daarna boeken we een vet hotel en dan gaan we gewoon tappen en chappen. Ja, Rai! Wil je even bukken, bro? Ja, die moet mee. Wat zeggen die dames nou? Ik weet niet. Je hebt doorschijnende shirt. I see your nips, bro. Kun je even bukken, bro, voor mijn sterren kijken? Gast, hoe leuk is dit idee wat we gaan doen? Is een goed idee. Ik vind het fucking leuk. Hij is echt heel goed. Echt ziek. Ja, je moet jullie kennis hebben. Het is een scheur door mijn wangpas heen, maar dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Weet je, je leeft maar één keer. En zo is het wel. Geld maakt niet gelukkig, maar het maakt dingen wel makkelijk. En je kan er wel herinneringen mee doen, waardoor je wel weer gelukkig wordt. Dus indirect, ja, ik weet niet veel wat ik kan beloven. Ja, yeah. Je bent aan de lijn. Maar het klopt wel, het klopt wel. Ja, gast, fucking leuk. Ik vond het wel heel ziek. Heel ziek. Heb je ook al verteld wat voor kamer zitten? Een dubbele suite. Hebben we die al goed dan? Nee, denk ik niet. De rang gaan ze boeken. Ik vroeg het net nog, moet boeken, bro. Het hoeft het niet. Nou, toen kreeg ik alleen te horen, heb je spullen al, bro. Dus ik neem een mooie brugpiepers rugtas mee. Dicht, hop, toilettasje mee, outfitje van morgen. En anders niks. Ik heb wel een nieuwe nodig, zie je. Kijk, ik heb deze al zo lang. Volgens mij had ik deze oprecht nog op de middelbare school. Nou, dat is dus al 5 jaar geleden of zo. Dus. Show me the heart. Tell me what you want. Ook ambulance er voorbij op de achtergrond. Ja, bro, wil ik een jam maar. Zit die jam hier in Roma? Ja, sorry, ik heb net pindakaas gegeten, dus. Het is nog een beetje dwars. Mijn naam is Jos Peters en ik ga rappen. Die hebben we hier. Daar hebben Sjors in de club, altijd los, altijd feest. Daar hebben Sjors ben een beest, altijd los, altijd feest. Yeah, let's go, yeah, yeah, let's go, yeah. Klinkt echt goed! Deze, die echte die yeah. Ik ga naar de gym,
Yeah. 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 Dat vingertje druk bij. Ja, dat vingertje. Yeah. Doe. Yeah. Ik ben nu in de jam. Yeah. Ja, je, jouw stem lijkt er ook gewoon op, ouwe. Shut the fuck up. Hey Roy. Ja, bro. Hoe noem je een dier met overgewicht op de safari? Een zebrapad. Daar zijn we, in het prachtige Rome. De hoofdstad van Italië. En zal ik je gelijk een leuk feitje vertellen, maat? Nou, pas sinds 1871 is dit de hoofdstad. Eerst was dat Florence. Oh, echt? Ja, Italië was er nog niet verenigd zoals het nu is. Dus hebben ze pas later hebben ze Rome als de hoofdstad. Oh, je moet zeker wonen of zo. Je moet vergunninghouder zijn. Anders wordt hij weggetakeld, denk ik. Ja, nou, dat willen we niet. Dat willen we niet. Oh, dan moeten we even een parkeerplekje zoeken. Ja. Ja, parkeergarage hier, top. Kijk, zo'n hoekgebouw is ook vet. En heel veel mensen rijden van die kleine wagens, van die smarts. En dit zijn de huidige smarts van de hedendaagse dag. En dit hadden ze vroeger. Kijk, zo'n oude Fiat. Volgens mij is de Fiat. Hoe leuk is dit, hè? Kijk. Ik ga hier veel te goed op. Ik kan er ook gewoon met z'n vier in. Motortje waarschijnlijk achterin, onder het kap hier. Dat is goud, jongen. Oh, open dakje ook nog. Vanaf het moment dat we zijn uitgestapt hier, ruikt het naar sigaren. Of ligt dat aan mij? Gewoon een beetje, ja. En ik ruik. En ik zie niemand met een sigaar. Ja. Dus, ja. Nou, waarschijnlijk is mijn neus de sigaar dan. Een sigaar? Ja, als je in de spiegel kijkt. En hier gaan we chappen bij Hotel Bernini Bristol. Hier ergens binnen zit het restaurant. Oh, dit is chic. Maar blij dat ik een coltruitje aan heb. En dat ik geen Yeezys heb aangetrokken. Oh. Is dit echt zo bij ons restaurant? Ik dacht wel dat we niet in Michelinster gingen, toch? Ja. Oh, dat is leuk. Het wordt mijn eerste keer Michelinster. Leuk. Nee, wat de hel. Gaan we echt naar Michelinster? Ja. Oh, shit. Wat gaaf. Het is hier wel echt heel luxe hier. Ik ben blij met mijn kooltrui. Wat is deze outfit ook? Ik ga er ook lekker weer op. Ziet er fantastisch uit, jongens. Ik heb geen zin meer in hakken. Boeien, je ziet er goed uit. Niemand kijkt onder de tafel. Ik ken iemand in deze ruimte die houdt ervan als je gaat springen in de lift. Nee, dat moet je echt doen. Nee. Dan wordt er niet meer tegen ons gepraat, weet je dat? Nee, dat denk ik ook niet. Dan slapen wij niet in, slapen jullie in een ander bed. Vinden jullie nog leuk ook waarschijnlijk? Lekker scheten laten met elkaar. Nieuwe. Het is wel lekker nuchter. Het is wel echt zo tof. Hey, als we dan samen in bed liggen vanavond, hebben we twee Michelinsterren. Wauw. 10 out of 10. 10 out of 10. Met uitzicht over Rome. Halve maan. Kijk hoe gaaf. Wow. Ze hebben wel leuke straattaal op de kaart hier zo. Kijk eens even. Peter Zemmer. Ik zat zo naar die fontein te kijken hier. Kijk. Roy, wil je weten hoeveel fonteins er zijn in Rome? Zeg me niet dat je dat net hebt opgezocht op je telefoon. 280. Oh. Dat heb je serieus opgezocht op de telefoon. Wow. Roy die heeft dus een story van mij gemaakt, dat heb ik niet gezien. Ik lijk wel dode zeehond daar, man. Hoe lig ik hier erbij? Je handen zo onder je kruis zo. Met mijn benen over elkaar. Wat apart, hé. Oh ja, en trouwens Rome. Zo'n stalen... Wat wou je zeggen, Roy? Als je zo'n stalen stok er doorheen doet, kan je ronddraaien als een speetvark. Dat klopt, ja. Het eerste gerechtje. Ik ga hem even proeven. Oh, dat is echt cute. Dat is mozzarella met ham. Oh, echt top. Wat tomaatjes. Zo benieuwd. Wow, dit is wel lekker. Nou. Wow, die ham. Wow. Dan, die ham is lekker. Gast, wat een goede ham. Het valt helemaal uit elkaar als je het aanraakt. Nou ja. Het is van die serranoham, maar het is heel snel stug. En de mozzarella is heel dik qua volume. Ja. Ja. Nou, smakelijk allemaal. Smakelijk. Dit wordt een feestje verhaal. En dan de first course. Bacon. Met... We gaan het proeven. Lekker? Er zit gewoon roomkaas erin. Ja, er zit kaas in met bacon. Wat zit er bij jou in? En de eerste vond ik sowieso. Wow. Deze ook wel, maar... Hoor. Ja. Ja. En dan nog een chocolademousse en een tiramisu. En die zullen vast ook alweer heel lekker zijn. Dus die gaan we lekker opeten. Met dit prachtige uitzicht. Zeg het, Roy. We wachten met de chef. Hey, Roy. Hey, Don. Dat is letterlijk wel wat we doen.
loop langs die winkel. Hij zegt, hé Don, kijk, dus dit gewoon te doen. En die winkel heeft het niet. Die winkel heeft... Roy gaat erbij staan en die... Dit heb ik niet. Ik heb pijn. Ik heb helemaal pijn in mijn rug van het lachen gras. Er staat hier een 458 onder een doek. Maar kijk, volgens mij iemand tegenaan gereden. Zonde, oké, we rijden nu naar het hotel. Zo, pik, moet je dit eens zien. Wat massaal. Roy, waar moet ik nu heen dan? Naar hier naar rechts. Ja? Ja. Zo, wat is dit vet. Pas op. Ja, ik film, maar kijk naar vooruit. Ik weet niet eens of ik goed film. Die mensen op de scooters allemaal. Hier is het Colosseum. Fuck ja, anders kunnen we gewoon die auto gaan we hier even heen lopen, toch? Het Colosseum. Ik snap niet dat dit midden in de stad staat en dat het alsnog een ruïne is. Wel een goede ruïne natuurlijk, maar het is altijd bewoond geweest Rome. Dat niet iemand het ooit onderhouden heeft. De periode geweest, dat hebben ze het gewoon helemaal laten gaan. Maar alsnog, ja, nu is het een van de grootste inkomstenbronnen van Rome. Je ziet ook hier nog op de boulevard links hoeveel mensen er staan hier. Roy is ook even aan het invloevloevloe. Maar het vetste is, hier is het Colosseum. Heel imposant, maar dit is ons hotel. En we hebben een suite met z'n vieren, dus dan kijken we uit hier zo. Dit heb Roy nog niet gezien. Roy, kijk eens hier in de afgrond. Kijk eens links naast je, in de afgrond. Dit hoort er ook allemaal bij. Nee joh. Ja, pik. Wat is dit dan? Dit hoort er allemaal bij. Maar wat was dit dan, zeg maar? Dat weet ik niet. Daar ben ik dan gelijk weer benieuwd naar. Ik vind het zo... Interessant? Ja, man. Ik ook, man. Nou, moeten we ons morgen er even in verdiepen. De ziekste obsessie die er is, denk ik, man. Het Colosseum, echt waar. Ze denken naar schatting... Het leger rijdt er ook gewoon door de stad, hè? Kijk dan. Ze denken naar schatting dat er ongeveer 700.000 doden zijn gevallen bij het Colosseum. Door gevechten en moorden en alles erop en eraan. 700.000, hè. Je kijkt gewoon nu naar een gebouw waarin gewoon bijna een miljoen mensen zijn gestorven, bij wijze van. Nou, het moment van de waarheid. Oh, wow. I mentioned before to the girls that is a complimentary upgrade. Oh mijn god. Nou, we kunnen wel een aardfilmpje kijken volgens mij. Dikke curve. Dat is sowieso een smart TV. Nee, dat meen je niet. Daarachter is... Oh mijn god, daar is het Colosseum. Wat is dit ook voor kunst? Dit is gaaf. Hé, hey, Roy, potje schaken zo dan. Oh, glazen deuren en de keuken soort van. Dat is rete duur ook. Oh my god. Kijk, deze suite hebben we eigenlijk alleen geboekt voor Roy. Een PlayStation gek. Vond die grappig hoor. Dit is... We hadden eigenlijk een iets mindere luxe genomen, maar die was dus blijkbaar niet meer beschikbaar. Ze geven een gratis upgrade naar net lijpere kamer, een verdieping hoger. We gaan nu naar boven met een wenteltrap. Wat is dit? Dit is kamer. Een bidetje. Nah. Wow, wat een gave douche. Ja, yeah, yes. Yeah. Met zo'n taatsdeur. Hier, andere kamer. Met een bidetje om je hol uit te wikken. Lekker. Kijk eens. Wat is dit voor binnenplaats? Huh? Frisse lucht of zo? Huh? What the fuck? Kijk dan, wat is die? Kijk eens naar buiten, wat is dit? Is het raar? Huh? Wat de hel? Is dit niet om je shit te drogen of zo? Weet niet, heel kort. Nou dames, Roy? Ja, dit is niet normaal man. Dit is echt next level. Oké, tijd voor chillings. En morgen gaan we lekker de stad in. Ik ga de vlog nu afsluiten. Morgen gaan we lekker sightseeën in Rome. Dus ik zou zeggen, wees er morgen om 5 uur weer bij. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou genoten hebben, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Toppers, heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga zelf ook altijd zeggen. En dan is tot de volgende video, toppers. Dat was heel veel dubbel, maar later.